Ja, dat is zometeen. Maar eerst nog even, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een wedstrijd in. Zo ook het Nederlands kampioenschap prepareren. Oftewel het opzetten van dode dieren. Nou, je moet er maar van houden. Ja, van kleine muizenskeletjes tot hele uilen en de kop van het Schotse hooglander. Of je eigen labrador. 158 dode dieren zijn er te zien in het Natuurmuseum Friesland. Om te winnen moet je een dier zo mooi mogelijk opzetten, maar daarnaast ook nog creatief zijn. Is het wel een hobby die je soms moet uitleggen aan mensen, waarom je dode dieren opzet? Ja, de meesten denken nog steeds dat het allemaal psychopaten zijn. Maar zoals je ziet hier vandaag zijn het allemaal gewoon normale mensen. En kan zomaar je buurman, waar je niks van weet, kan zomaar stiekem 's avonds een kou opzetten. Een havik, een oerend of je favoriete labrador. Prepareren kun je leren en gezien het aantal inzendingen voor het NK, bijna 160 dieren, zijn er genoeg liefhebbers van dit vak. Maar het is toch ongelooflijk dat dit weer een echte vogel kan worden? Ja, en dit is het lijfje wat er weer in gaat straks. Eerder dit jaar waren we bij Frank Verkerk uit Meidrecht. Hij prepareert voornamelijk vogels. Het is de eerste keer dat hij meedoet aan het NK. En vandaag kon Frank gelijk een prijs in ontvangst nemen voor zijn originele vogelpreparatie. Leuker dan hem op een meerpaal te zetten of op een stukje nagebootst strand of weet ik wat. En het is natuurlijk ook, ja, het is een beetje schandelijk dat wij die beesten de kans geven om opportunistisch te werk te gaan. En in plaats van in de branding garnaaltjes te vissen, gewoon bij de snackbar onze restjes op te komen eten. Je de boodschap? Ja, eigenlijk wel. Nederland staat internationaal hoog aangeschreven als het op prepareren van dieren aankomt. Een goed opzet dier is een dier wat lijkt op zoals een dier eruit hoort te zien. Dus zoals die beneden leeft. De natuur is het voorbeeld. Sommige mensen begrijpen het niet, hè? Ik weet niet of het niet een kwestie van begrijpen is. Het is dan hoe je opgegroeid bent, denk ik. Waar je opgevoed bent en hoe je dan met dieren omgaat als ze goed leven hebben gehad. Ja. Ik ben al vanaf mijn kinds af aan al gek van vogels en ik liet altijd wel wat opzetten. En nu ben ik het zelf gaan proberen. Ik krijg vogels van mensen die ze houden als hobbyist, zeg maar. En als ze dan doodgaan, nou, dan komen ze ze brengen. Wil jij het proberen om het op te zetten? Nou, dan ga ik dat proberen. Is je volgende project? Ik heb nu een extra staan met een zakhorloge in zijn bek die hij ergens gestolen heeft. En wat het voor het volgende kampioenschap, ja, dat weet ik nog niet. En als ik het wel wist, mag ik het niet zeggen, want het moet absoluut anoniem blijven en niemand mag dat weten. Ja, dit was hem voor nu, maar morgenochtend zijn we alweer terug vanaf